Zit nog bloed? Zit nog bloed? Even, blijf even op afstand staan. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag weer onderweg naar een ander gebied. We gaan namelijk richting Arnhem. En dat is een uurtje rijden geloof ik. Dus we moeten gaan karren wat dat betreft. En we gaan meelopen met een collega in de horecadienst. En ik ben eigenlijk heel benieuwd. Het is een soort nachtdienst. Nou ja, horeca is natuurlijk in de nacht. Het is nu namelijk 9:30. Dus ik hoop daar om 10:30 te zijn. En dan ga ik jullie meenemen in een horecanacht in Arnhem. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zeg, laten we gaan. Onderweg. En... let's go! Moet hier een bel zijn en die is er ook. Goedenavond, centrale politie. Goedenavond met Willem Schut, politie Midden-Nederland. Ik heb een afspraak met Joyce. Eén moment hoor. Ja hoor. Nou, we moeten even wachten tot ze Joyce gevonden hebben. Nou, ik ben inmiddels binnen en ik zie mijn maatje al staan. Dus we gaan even kennis maken en dan gaan we straks denk ik naar de briefing. En dan ben ik heel benieuwd hoe hier de horecanacht in Arnhem zal gaan. Ik ben eindelijk binnen en ik heb mijn maatje voor vandaag gevonden. Wat gaan we doen? Welkom. Ja, dankjewel. Hier in Arnhem. Ja, thanks. We zijn hier op het hoofdbureau Arnhem Noord. En ik ga vandaag een horecadienst meedraaien op de Koormarkt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er weer naar wat verhalen gehoord en ik heb heel veel van jouw Instagram foto's gezien. Dus ik denk, nou, dan moet ik zeker eens even kijken in het werkgebied. Ik ben heel benieuwd. Want ik begreep, want je bent wijkagent hier van het centrum? Ja, klopt. Ja, en dan draai je alleen maar horecanachten of wat doe je dan eigenlijk? Ja, nou, bijna wel, hè. Echt? Nee. Dat weet ik niet. Nee, en voor de kijker is het eigenlijk, wat doet de wijkagent horeca dan? Nou ja, ik ben in ieder geval dus vaak 's nachts ook aanwezig. Ik sta veel in verbinding met de portiers, mm-hmm. met de ondernemers. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon bewoners in mijn wijk, dus ook daarvoor ben ik overdag ook aanwezig. Oké, nou ik ben benieuwd. Wat gaan we nu eerst doen? De briefing of zo? Ja, we gaan zo even beginnen met de briefing en dan gaan we even alle bijzonderheden doornemen. Vaak worden ook even alle feestjes besproken en of er nog evenementen andere, of zo. Ja, andere evenementen zijn, dus dan gaan we zo door. Ja. En het gele vest moet aan, hè? Ja, klopt. Okay. Nou, ik heb in ieder geval een geel vestje geregeld, want ik had mijn vest die hoes niet vinden. Ja. En ik ben iets anders vergeten, want ik zie hem bij jou hangen. Volgens mij moet ik wel een pet, of niet? Ja, dat hebben eigenlijk wel dus, heel netjes als pet. Kan ik een pet lenen? Tuurlijk, dat kan. Gaan okay, we Oké, gaan we pet lenen. Dus kom, ga naar de briefing. Nou hoorde ik net, dat is een horecanacht. Ik dacht eigenlijk dat het lopend was, maar we gaan op de fiets. Dus we moeten nog even een fiets pakken. Alleen ik ben nu Joyce kwijt. Oh, ik heb het gevonden. En ik heb namelijk voor jullie al vaker de vraag gehad van wanneer ga je weer eens op de fiets? Hier moet ik in dienst doen op de fiets. En hier achter me staan heel veel fietsen. Oh, een politiebike. En Joyce is alleen aan het uitzoeken voor me. Want we gaan op de fiets gaan blijven. Maar het is nog lastig of... Volgens mij als ik dit zo zie, zijn dit een van de allereerste. Een beetje aan het logo te zien, of niet? Qua fietsen? Ja. Ja. Kijk, tegenwoordig is hij wat mooi met strijping erop en zo. En ik heb begrepen dat ik deze voor vannacht mag gebruiken. Yeah. Ik heb juist de briefing gehad. Mooi te zien in de briefing worden alle, hè, met George net al zei, de feesten besproken. Wat zijn de bijzonderheden voor de nacht? Maar ook de personen die gesignaleerd staan misschien niet gesignaleerd staan. Of die op een eerdere avond voor overlast veroorzaakt hebben, snel op de briefing. En er wordt even allemaal kenbaar gemaakt, de indeling van de collega's, wie wat gaat doen. En we gaan nu even richting, we waren de trap aan het lopen, naar camera toezicht. Want ook vanuit dat oogpunt wordt natuurlijk toezicht gehouden tijdens de horecanacht. We zijn nu in de cameraruimte en hier zit onze cameravrouw. Die kijkt vanavond live met ons mee. We staan direct met haar in verbinding via de portofoon. En zo kan zij dingen aangeven die ze ziet en wij kunnen ook bepaalde bijzonderheden aangeven. Dus die is eigenlijk voor de extra veiligheid voor ons, maar ook voor de bezoekers? Ja, zeker. Ja.
Want dit staat los van de meldkamer dus. De meldkamer kan niet meekijken of ook? Ja, de meldkamer kan ook meekijken. Die hebben ook enkele schermen. Alleen hier hebben we net wat meer. En hier kan ze alle camera's bedienen. En is het 24 uur per dag bemand of is het alleen met de horecadienst? Nee, helaas nog niet. Dus we werken nu alleen nog maar met de horecadiensten. Met een live camera. Dus jullie konden zien, hebben we al een rondje gemaakt hier in het centrum. Het is al gezellig druk, maar ik begreep dat het wat rustiger is dan normaal. En we hebben onze eerste melding al gehad. Ja, we hadden een melding gehad van een vrij gezellig groepje wat aanwezig was op de Korenmarkt. Ze waren inmiddels al bij een club geweigerd. Dus wij hebben heel even contact gemaakt met de groep. Zo doen we het eigenlijk altijd. Heel even contact maken, even vragen of er iemand een Bob is. En dan heel even aangeven wat de regeltjes zijn. Zodat we in ieder geval allebei een leuke avond kunnen hebben. Dus dat hebben we in deze situatie ook gedaan. En wat is hier? Is het gewoon verkeer of hebben we een bepaalde overlast? Of? Ja, hier hebben we eigenlijk veel overlast van racen. Aan de kade, joh? Ja. Oké. Is het veilig? Ja, niet. Dus we hebben nu een paar weken waar die bloempotten geplaatst. Ja. Geplaatst. Oh ja. Gemeente. Er zitten nu inderdaad mensen aan, toch? Goedenavond. Nou, we zijn even net buiten de rand van het uitgaansgebied hier aan de Rijn, aan de Rijnkade. Ja, je kan je voorstellen dat hier veel bezoekers en ook met de horecadiensten mensen lopen. Nou, eigenlijk wat leuk om te zien is hier bij de Rijn, als je het hebt over droogte. En volgens mij is het eigenlijk ja, in donker niet heel goed te zien. Maar het water staat extreem laag. En oké, daar kun je het misschien wel zien. Daar zwemt wat. Goed, het staat dus extreem laag. En ik hoor van Joyce die dat het tot daar kan komen. Klopt, ja. Dus dit is wel echt een mooi voorbeeld hoe het droog het eigenlijk is. Wat doen al die mensen hier? Is dit gewoon een hangplek of zo? Ja, ja, dus eigenlijk een beetje een hangplek. Hier ontmoet de jeugd elkaar, komen ze samen voordat ze gaan stappen. Of na het stappen natuurlijk. En dan staan ze hier vaak een beetje bij elkaar. Ja, het is een mooi plekje. Ja, ik weet niet, jullie kunnen het misschien niet helemaal goed zien omdat het donker is op de beelden. Maar ik zei al net tegen Joyce, ik krijg wel een beetje een vakantiegevoel hier. Zo met die kade en zo'n strandtentje daar. Dat ja, is cool om te zien. Maar goed, laten we weer politiewerk doen. Ik zal u meenemen naar huis. Hij is meenemen naar huis? Ik ben zo dronken als wat. Ja, hij wil passen. Oh ja. Ja. Eén keer. Om 3:30 moeten we aan de bus zijn. Ja, wie is nou aan het wilplassen? Want ik heb ze allemaal een hand aan gegeven. Goedenavond. Veel succes. Succes, heren. Epa! Hola. Wat zegt u? Zeker, dat boert ook niet. Nou, ik wil eerst even beginnen met uw legitimatie zien. En er was nergens een mogelijkheid om even... Nee, was niet. Nou, u bent niet de meest gezochte crimineel van Nederland. Dat scheelt weer. Hey, voor het wilplassen krijgt u wel een procesverbaal. Dat is een boete heet dat. U bent niet tot het antwoorden verplicht. En u mag even van een raadsman raadplegen. Maar wilt u wat verklaren? Ja, heb ik al gedaan. Nee, ja, goed, ik moet het officieel nog even vragen. Hey, dit is nog wel een fijne avond. Hallo. Oké, ik wil het SO doen. Joyce, mag ik het SO naar jou doen? Daar staat aan. Ik wil het SO naar jou doen. Het is de beste wijkagent van Arnhem. Echt de allerbeste en de knapste. Dat sowieso. Kan je ontkennen, dat is de knapste. Sowieso de knapste wijkagent van Arnhem. Dat wil ik zeggen in deze kamer. Hij moet even gaan, hè. Ja, we staan hier bij het slachtoffer. Die heeft zijn gezicht behoorlijk onder het bloed zitten. Ik ben naar de grond gegaan. Ben ik weer opgestaan. Ik ben gewoon weggelopen. Ik ben gewoon... Hij zegt in één keer tegen mij, ja... En jij loopt allemaal snoer te doen tegen ons.
En dan slaan we 5 keer op mijn bed. Ja, het gaat ons even om, denk jij even goed na van wie heeft dit gedaan? Kun je nog iets herinneren? Hoe die gasten eruit zagen? Ja, het waren gewoon echt een paar gastjes, gewoon stoere gastjes. Stoere auto's, stoere... Dat was het. Nee, geen ambulance. Hij wil weer terug naar Meusjes. Moet je lekker doen? Ik moet eerst even naar de wc sturen en schoonmaken. Hij zegt dat het niet bij de pinautomaat echt is gebeurd. Shooters. Ja. En in één keer een paar van die gasten die slaan hem zo vast op de borstkas. Een van die beveiligers geslagen met glas. Oké. Okay. En die heel even, ik ben echt in gesprek. Ik doe het. Dat was net wel een goede mop binnen hoor. Ja, dat geloof ik wel. Oh. En hij hier is ook een baas van mij. Ja. Dus ik kan aangehouden worden? Ja, nee, ik moet even weten dat hij aangeeft hoe hij wat loopt. Ja. Hoe ziet die gozer eruit? Met een tasje. Ja, die. Nee. Ja, Tim vraagt nu hoe die eruit zag. Die heeft geslagen. Die heeft geslagen. Moet je even lopen dan? Kun je even meelopen? Ja, wacht. Ik kom met de getuige even jouw kant op. Waar sta je? We slapen op! Ik doe niks! Ik doe niks! Ja, Tim staat bij de bus, dus we kunnen direct verplaatsen. Jullie zijn zo sjak, jongen. Hang on. Jullie zijn zo slaan voor wat? Voor niks. Blijf maar even op afstand. Blijf even op afstand staan. Hebben we nog een vieringzak? Het ging ineens allemaal eventjes heel snel en heel druk, dus ik had geen tijd om in te spreken van wat er allemaal gebeurd is. Maar dat gaat Joyce nu wel voor ons doen. Nou, het begon eigenlijk allemaal met een melding van een portier. Die had een glas naar zijn hoofd gehad, behoorlijk wat letsel. En vervolgens kwamen we te plaatsen, bleek een hele vriendengroep behoorlijk vervelend te zijn. De verdachte was daar ook nog bij. Verdachte hebben we aangehouden en vervolgens ging de rest van de vriendengroep zich eigenlijk tegen ons keren. Uiteindelijk resulteerde dat in volgens mij 5 aanhoudingen. Dus die hebben we inmiddels allemaal binnen zitten.
En waren dat er 5? Ik weet het niet. Nee, zeg je. Ik dacht 3. Maar ja, nee. Dat klopt je. Sowieso, ja. 4 of 5 aanhoudingen in totaal. Ja. De verdachten zijn nu ingesloten. Die worden voorgeleid aan de HVJ die ter plaatse is. En dan worden ze morgen afgehoord in de recherche. En zullen ze, denk ik, als ik het goed zeg, een procesverbaal krijgen, mini. Openbaar orde verstoren, iets in die trend. En die andere wordt voor? Ja, die wordt in ieder geval mishandeling. Mishandeling, ja. Die heeft de aangifte. Ja. Want 1 verdachte heeft de portier geslagen, hè? Ja. Met een stuk glas op zijn hoofd. Ja, was ook zichtbaar letsel. Dus de portier bloedde hevig. Dus daar zal zeker een aangifte van komen. Oké, duidelijk. Dan gaan we de pet weer op het vestje aan en dan gaan we weer verder naar buiten. De meldingen stromen ondertussen ook in mijn oortje uit. Al best wel door. We hebben nu een onwelwording en er was nog een oneenigheid. Daar zijn andere collega's mee bezig. Nou ja, goed. Zo gaat het nu al een beetje aan de loop om dan door eigenlijk. Let's go. Hi. Blijf met me staan. Blijf met me staan. Wat is er aan de hand? Niks, mevrouw. Wat is er aan de hand? Niks. Waarom heeft u een hoofd op dan? Sorry? Waarom heeft u op je hoofd dan? Ik heb natuurlijk niks op mijn hoofd. Nee, op je hoofd. Helemaal wonden. Nee, niks, toch? Hè? Ik heb het warm, verder is niks. Heb je allemaal bloed? Nee man, kijk. Ik heb een bloed omhoog. Ik zie toch bloed? Er zit bloed. Er is niks aan de hand, zwijgen. Zelf, wat is er gebeurd? Is je hebt je handen onder het bloed. Ja? Onder bloed, waar? Ja, hier. Waar? Ja. Waar? Nee, mevrouw, ik heb straks glas gescheurd. Ja, hoe is dat bierflesje. Ja, in de café, een bierflesje. Heb je legitimatiebewijs bij je? Ja, heb ik niet bij me. Ligt iets thuis. Anders waar je naam op staat? Nee, echt niet, sorry. Heeft iets van legitimatie bij? Nee, heb ik niet bij, ook niet. Nou, ik doe niks. Ik wil even legitimatie. Ik heb een huis klaar. Nou, ik wil even legitimatie. Dus heb ik niet bij me. Dan ga je een probleem maken, ik ga naar huis toe. Klaar. Nou, u blijft sowieso. Even goede vrienden, ik ga naar huis. Maar goed, u blijft sowieso ik even wil staan. Naar huis toe, klaar. Dat snap ik, maar u blijft nu even staan. Ja, maar ik ga wel even. Waarvoor dan? Ik wil weten wat hier gebeurd is en waarom u die hoofdwond heeft. Altijd. Maar mij is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Dit komt zomaar uit het niets vallen. Niks gebeurd, ik heb niks. Maar dan wil ik wel even weten wie u bent. Je wil niks vertellen wat er is gebeurd? Ja, is niks aan de hand, mevrouw. Is niks gebeurd. Ik ben in café. Er is wel iets gebeurd. Nee, kom hier niet voor de grap, toch? Nee. Nog feest, maar we zijn nog heel even bezig. Joyce, kunnen ze weg? Ze hebben een vordering gehad, ze moeten weg. Kom. Bart, ga je mee naar Gideon? Nou, wacht even, het is aan die kant. Ga jij jou melden? Nou, dan stel ik voor dat je gewoon lekker naar huis gaat. Is goed. Ja. Esona Kapagazi. Esona Kapagazi. Vriend. Maar goed, jullie hebben een leuke avond gehad? Ja, zeker weten. Kijk, zo zeker door. Ik zie hem in zijn beeld. Ze blijft dan gewoon.
Nee, maar nee, het gaat niet goed. Nee, maar jullie zijn helemaal een kijk, jullie zijn niet voor niks politie. Ik zou hem even uit mijn buurt houden. Ze zoeken mij nu op. Nu geef ik het aan. Oké, rustig. U bent in mate van elkaar? Ja, ja. Gaat u vast lekker naar huis? Ja, wij gaan naar huis. Sturen we hem vast naar huis. En dan is het allemaal klaar, toch? Nee, nee, heeft iedereen een goede nacht? Ja, natuurlijk. Iedereen een beetje gedronken. Nou, dankjewel. Hup. Mag dat of is dat verboden? Ik mag met iedereen praten, toch? Is dat verboden? Maar ik mag met iedereen praten, toch? Oh, ik ook, mag dat? Je mij wel? Met mijn vriendin te praten, mag wat dan? Ik zie alleen nog een vrouw huilen. Ja, ja, is mijn vriendin. Oké, okay, dus mijn, ja, ja. We vragen even of alles goed gaat. Ja, dat is wel goed. Maar goed, dan kan mevrouw het ook zeggen, of niet? Ja, ja, dat gaan ze ook. Oké, okay, nou. Maar jullie komen alsof ik krijg. Zij is stout geweest, dat weten jullie niet. We weten helemaal niks, nee. Ja, dat weten jullie niet. Maar ik vind het wel vervelend dat u gelijk in allemaal aannames praat. U kunt ook gewoon de vraagstelling vragen mij. Nee, maar wat ik, is vind, er, kan ik vind dat jullie zo bij komt. Ja, maar dat, meneer, dat zijn allemaal aannames die u maakt. Nee, nee, u kunt ook fijn. Aan mij vragen, nee, ik vind joh, wat niet kan fijn. Ik voor u doen? Ja, maar of wat is er aan de hand? Mij doen? Ja, dat wil ik best met u vragen. Ja, wij als u mij niet gelijk van allerlei aannames maakt. Wij hebben gewoon woordenwisseling en okay. Dan komen jullie gelijk alsof... Maar kunt u, als u daar iemand ziet huilen, dan weet u gelijk wat er aan de hand is? Of moet u eerst daarheen om te vragen wat er aan de hand is? Er is geen... Nee, geef nou eens even antwoord. Wij hebben woordenwisseling. Nee, geef eens even antwoord, want dat doe je niet. Als ik iemand zit te huilen... Ja, dan weet je gelijk wat er aan de hand is of niet? Ik weet het, man. Nou, dat weten wij dus ook niet, dus daarom vraag het even. Dus je moet niet gelijk allemaal dingen in mijn mond leggen, allemaal aannames doen. Ik vind dat jullie wel bemoeid waar jullie niet mee bemoeid. Fijne avond. Nou, ik vind het niet. Ik heb geen behoefte om uw hand te geven. Oké, is goed. Ik ben niet met jou te maken, laat hem met rust. Ja, ja. Je brengt jezelf in het probleem. Zeg dit. Ik heb geen mensen bij nodig. Dat niet. Het is inmiddels bijna 6 uur. We zijn zojuist van het horecagebied af en we zijn weer terug aan het bureau. We gaan namelijk richting de debriefing die ook moet gebeuren. Het petje kunnen we af, het gele vestje kunnen we uit. En we gaan nu naar de debriefing van wat er allemaal gebeurd is en welke zaken er nog administratief moeten weggewerkt worden. Want je kan je voorstellen, al die aanhoudingen en aangiften, al dat soort zaken, moet natuurlijk ook alles weer netjes in papieren. In papier ook zeg, op papier komen. Dat is al vroeg, hè? Zo, we hebben de briefing gehad. Het is inmiddels 7 uur. We hebben namelijk al ondertussen nog even wat administratie gedaan. Ik ga nog rare woorden uit te spreken. Zo, het gaat lekker. Ik ben eigenlijk hartstikke moe, dus ik ben blij dat ik zo naar bed ga. Maar wat hebben we allemaal gedaan? Wat was de eindstand, laat ik het zo zeggen? Ja, de eindstand was 8 aanhoudingen in totaal. En de collega's zijn nog druk aan het tikken. Dus er moet nog wat schriftelijk werk gebeuren. Oké, okay, maar en 8 aanhoudingen. Is dat nou normaal? Veel, extreem, niet extreem? Nou, het is eigenlijk wel een normaal aantal voor een zaterdag. Alleen gezien de zomerperiode was het toch wel aardig druk. En dan even voor de kijker, zeg maar. Als ik het goed heb begrepen, zijn bijna 7 aanhoudingen zijn APV gerelateerd. Dus zijn eigenlijk lichte overtreding, om het zo maar even te noemen. Ja. En eentje is echt een zwaar mishandeling, toch? Ja. Dus een beetje het verschil in strafrecht en overtredingen. Oké, okay, volgens mij staat mijn camera niet helemaal scherp. Zie ik nu trouwens. Dat zal niet de eerste keer zijn. Oh, ik ben graag. Maar dan wil ik jou weer bedanken voor de kans dat ik heb mee mogen kijken. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden hier in het werkgebied. En dan kan ik je hand geven. Ja, super. Jij ook bedankt. Dankjewel. En misschien tot de volgende keer. Kom goed. Later. Doei doei.